Vandaag zijn we hier om een mediatraining te geven aan twee directeuren bij ROVC en twee partners van ze met wie ze veel samenwerken. Eerst gaan we eens kijken hoe staan mensen voor de groep, hoe komen ze over op beeld. Het tweede wat we gaan doen zijn echt oefeningen om jezelf te presenteren. Dus je presenteert je kort voor de groep, dan krijg je ook weer een paar tips. Daarna gaan we een kernboodschap formuleren, omdat het belangrijk is dat je daarop kan terugvallen in een interview, op je eigen verhaal. Wat wil jij vertellen? En als laatste gaan we echt interviewen voor de grote camera. Ik denk dat een van de belangrijkste doelen toch is om mensen met meer zelfvertrouwen voor de camera te laten staan. Sommige mensen vinden het best spannend om eens zomaar in beeld te komen of gefilmd te worden of kritisch ondervraagd te worden. En daar leren ze dan om antwoord op te geven. En hoe kom je dan weer terug bij je eigen verhaal? Dat voorbereiding key is en dat ik heel veel zeg. Ik heb geleerd om stiltes te laten vallen, even na te denken voordat ik een antwoord geef. Een startzinnetje om een onderwerp te veranderen. Ik merk dat het steeds meer terugkomt in mijn werk, dat mensen interview willen, of ze nu meestal nog schriftelijk. En ze willen ook meer in gaan zetten op televisie en andere media. En als het dan voor gaat komen, dan ben ik heel blij dat ik in ieder geval deze training om mee te beginnen gehad heb. Als het moment daar is, dan voel ik me nu in ieder geval wel zekerder om een antwoord te kunnen geven. Wat ik heel prettig vond aan deze training is dat er veel interactie is en ook hele korte opdrachtjes waarbij je even met z'n tweeën werkt. Dat helpt om actief mee te blijven in met hun training. Je bent heel erg uit je comfortzone omdat je heel de tijd gefilmd wordt. En dat ben ik niet gewend, maar dat houdt je wel weer scherp. Dat triggert je om heel de dag actief te zijn en dat zie ik wel als iets positiefs. Ik zou iedereen als tip meegeven dat als je ooit iets met media gaat doen, zorg dat je goed bent voorbereid.